altijd een sociale richting gedaan, middelbaar. En ik ben naar Infodag geweest en naar meeloplessen hier op de UNIF voor communicatiewetenschappen. En dat was eigenlijk vanzelfsprekend voor mij om deze richting te doen. Allee, ik weet niet, alle vakken sloten eigenlijk ook aan bij wat ik al gezien heb in het middelbaar. En wat ik allemaal heel interessant vond, dus dat was eigenlijk perfect deze richting voor mij om te doen. Ik heb dus op lesdagen meegevolgd. In de krokusvakantie was dat. Er was een les English Grammar en een les filmgeschiedenis. En ja, filmgeschiedenis was super tof. English Grammar is een heel moeilijk vak en dat viel al keigoed mee, dus ik dacht, ja, dat komt hier helemaal goed. Ik denk dat je zeker niet bang mocht zijn om een fout te maken in je eerste jaar om een foute richting te kiezen. Omdat je bent heel jong, je moet op je 17, 18 jaar wordt er verwacht van je dat je iets kiest waar dat je voor de rest van je leven in verder gaat. Maar als je in het begin ziet van oei, ik weet niet of dat echt wel iets voor mij is, dan moet je zeker niet bang zijn om andere mogelijkheden op te zoeken, want die zijn er dus. Ja, ik zou zeggen, volg gewoon je hart. Doe wat je graag doet. Niet letten op of je daar nu een job in zou vinden of veel geld mee zou verdienen. Als je iets graag doet, dan komt dat sowieso op zijn potjes terecht. Goed informeren over de studierichting die dat er bestaan, want er bestaan er enorm veel. Dat kan door de websites of door bijvoorbeeld naar de CDIN te gaan of zo. Ook naar de open lesdagen gaan, waar dat je dus echt in de aula zit en de lessen mee kunt volgen. Of naar de infodagen gaan, waar dat je echt met studenten zelf kunt spreken of met de proffen die dat de lessen geven, die geven superveel informatie over de lessen die dat je gaat krijgen. En daardoor krijg je ook nog wel echt zo een duidelijk beeld van je richting die dat je eventueel zou willen doen.